Ja, je kunt wel zeggen van, jammer dan, zijn we ze kwijt. Maar we raken al heel veel kwijt en zijn ook al heel veel kwijt geraakt. Kijk, deze zijn nu nog redelijk goed te trekken. Dat valt niet altijd mee. Kornburgveen is een hoogveengebied. En zoveel van dit soort hoogveengebieden hebben we niet meer in Nederland. In het verleden veel meer. En nou, dit is eigenlijk uniek. Hier zitten we al wat meer richting de overgang naar het veen. En hier staan we dan ook in het water. De moeraswederik, tormentilweer. Dus je ziet heel veel een schakering van geel tot paars, tot rozig, zeg maar. Daar zit een grote groene sabelsprinkhaan. Ze zijn ook flink groot. Ja, hier word ik blij van. Vooral dankzij de maatregelen zien we wel dat het gebied zich ontwikkelt. Dat het hoogveen nog weer aangroeit. Nou, dat is een positief verhaal. En we hebben natuurlijk nog steeds problemen die we moeten tackelen. Maar daar hebben wij zelf niet zozeer de hand in. Dat ligt bij de overheid. De maatregelen die we samen met de overheid, met de provincie hebben uitgevoerd, dat zijn de dingen die wij zeg maar, in het gebied kunnen uitvoeren. Ja, en je draait er nu omheen, maar het woord stikstof moet daarin vallen en de overheid moet daarin maatregelen nemen. Nou, ik zei al, een hoogveenlandschap, Korenburgerveen, Wolseveen, en je hebt het Vochtloerveen in Drenthe, Friesland. Dat zijn hele bijzondere gebieden waar we ook al heel veel van zijn kwijtgeraakt de afgelopen eeuw. Dus dat wat je hebt, zeker met de soorten die zeg maar, aan het biotoop gebonden zijn. Dat zijn allemaal zeldzaamheden. En ja, je kunt wel zeggen van, jammer dan zijn we ze kwijt. Maar we raken al heel veel kwijt en zijn ook al heel veel kwijt geraakt. Ja, wij willen graag dit soort gebieden zo lang mogelijk beheren en in stand houden. Zodat ook ons nageslacht daar nog van kan genieten.